Volgens de wet BIG moet je één keer in de 5 jaar opnieuw geregistreerd worden voor je voorbehouden handelingen. Het infuus prikken doe ik ongeveer 3 keer per dag, dus zeker wel 10 keer in de week. Daar weet ik van dat ik daar bekwaam in ben, maar handelingen die minder vaak voorkomen, dat is toch altijd wel even spannend of je het dan allemaal wel goed doet, of je het allemaal goed in je hoofd hebt. De meesten die voelen toch enige spanning. De een wat meer, de ander wat minder. Niet zozeer druk, maar ik merk wel dat er iemand aanwezig is. Ik zie het meer als een controlemoment, zowel voor jezelf als voor de werkgever of jouw direct leidinggevende. Door het protocol op te zoeken voordat we een handeling uitvoeren, weten we op welke manier het moet en of daar veranderingen zijn in de richtlijn, in het protocol, of wat daar bijzonderheden in zijn. Daarna ben ik in staat om met een ervaren collega te oefenen voor deze handeling. En wanneer ik daar bekwaam in ben, diverse keren heb geoefend, kan ik het aftoetsen. Het KMS is waar je alle protocollen vindt, dus ook van medicatie, maar ook van alle verpleegtechnische handelingen. En op EduPlaza, daar worden je verpleegtechnische handelingen geregistreerd. Daar kan je je e-learnings maken voor je rekentoets bijvoorbeeld of voor de theorietoetsen. Het is belangrijk om de bekwaamheid in de praktijk te testen, omdat je het dan echt op de patiënt uitvoert. Dan krijg je te maken met bijvoorbeeld bij het infuus prikken dat de patiënt kan terugtrekken of heel bang is of angstig is. Wat dan niet alleen belangrijk is, is dat je de handeling goed uitvoert. Bijvoorbeeld wanneer je het hebt over het uitzuigen van de mond of keelholte, maak je ook gebruik van diverse apparatuur. Het is belangrijk dat je weet wat de apparatuur doet, maar ook hoe het werkt en hoe je dingen kunt signaleren dat de apparatuur niet goed werkend is. Dus ook dat is belangrijk in de praktijktoets. Als je eenmaal bezig bent, dan zakt de spanning wel langzaam weg. Omdat je dan gewoon je handeling doet en je bent met de patiënt bezig. Dus dan vergeet je eigenlijk dat je echt getoetst wordt. Een patiënt moedigt je soms aan als je een verpleegtechnische handeling gaat toetsen. Bijvoorbeeld dan zeggen ze tegen je dat je niet zenuwachtig hoeft te zijn of dat je wel op ze mag oefenen. Of stellen ze je gewoon een beetje op je gemak. Als iemand zijn of haar toets niet gehaald heeft, betekent dat niet dat het einde oefening is. Neem daar wat voorbereidingstijd voor en dan doe je de toets nog een keer. Het belang van de praktijktoetsen die we uitvoeren is divers. We vallen onder een bepaalde wet als verpleegkundige. Ook is het zo dat we onszelf willen laten controleren. Ook voor je leidinggevende om te kunnen laten zien. Maar ook zeker voor de patiënt. We werken voor de veiligheid van de patiënt. En daar doen we het allemaal voor.